staan hier in de tuin van M. Heel fijne plek. Het is een tuin die ook iets zegt over wat eigen is aan dit museum. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je een hedendaags museumcomplex gebouwd door Stefan Beel. Inmiddels iets meer dan 10 jaar geleden. Toen is het opengegaan. En dat complex sluit naadloos aan op een aantal oude historische panden met grote patrimoniale waarden. Het museum dat toch zichzelf een speciale opdracht geeft om niet in tijdsvakken of niet thematisch te werken, maar eigenlijk confrontatie van hedendaagse kunst geïntegreerd in oude kunst, om dat samen te brengen. En dat is wel denk ik een tamelijk uniek concept. M is een huis waar innovaties een plek heeft. Een huis ook met een vrij brede waardeketen. En heel vaak kunnen we vanuit die waardeketen ook vernieuwingen doorvoeren. Dat zie je de samenwerking met de studenten van de universiteit zo ver drijven dat zelfs één zaal, dat die eigenlijk door de studenten zelf is geconcipeerd rond waanzin. Ook weer confronterende dingen, hedendaagse kunst met oude kunst. Een opstelling in het kader van een doolhof waar je door moet. Ja, dat vond ik wel heel merkwaardig en heel geslaagd ook. En natuurlijk op zo'n bezoek met de minister wordt ook naar de zakelijke kant van het museum gekeken en de verhouding tussen overheidsmiddelen. Toen ik 15 jaar geleden begon als fondsenwerver, was sponsoring nog redelijk traditioneel. Werden er tamelijk grote bedragen geïnvesteerd voor redelijk weinig return. Dat is vandaag de dag echt wel anders. En zijn we eigenlijk op zoek gegaan meer naar strategische partnerships met bedrijven, zodat we samen meer impact kunnen genereren. We hebben ook nagedacht over een nieuw productenaanbod voor bedrijven, omdat M is heel populair wat zaalhuur betreft, maar we merkten dat er ook heel wat schroom was om ook het museum met de medewerkers te bezoeken. En dat vonden we dan toch wel jammer, want dat is toch de essentie van een museum. En daarom hebben wij een laagdrempelig teambuilding aanbod ontwikkeld. En je hebt helemaal geen kunstkennis nodig. En je kijkt eigenlijk met de bril van je bedrijf naar de kunst. En zo hopen we toch tot een nieuw verhaal te kunnen komen dat inspirerend is voor het bedrijf. Ik denk dat de bedrijven ook daar heel veel voordeel aan hebben om mee in kunst, in cultuur, in maatschappelijke ontwikkeling mee te investeren. Dus ik zie dat als een perfect en-en verhaal en het gebeurt hier ook. Waar men toch ook weer op een nieuwe manier naar samenwerking met bedrijven krijgt. Waar men zegt, we gaan niet zozeer de portefeuilles bij elkaar leggen, maar vooral de waarden, de maatschappelijke waarden, hoe we die kunnen samenbrengen. Met dan natuurlijk bottom line ook een financiële bijdrage voor het museum. Maar dus ook daar wordt eigenlijk op een redelijk vernieuwende manier naar gekeken. We zijn terug open, hè? Dus daar hebben we met man en macht aan gewerkt om die heropening heel veilig te laten plaatsvinden, maar toch ook heel inspirerend. Dus wij hopen de volgende weken een veilige plek van inspiratie te kunnen zijn en blijven. Wij hebben bijvoorbeeld besloten, vorig jaar al in 2019, om al onze tentoonstellingen ook online beleefbaar te maken, hè, door een virtuele 360 graden tour. En dat komt nu bijzonder goed uit, daar wordt heel positief op gereageerd. Dat blijven we ook de volgende jaren aanhouden. Met als gevolg dat de website van M langzaam maar zeker een soort teletijdmachine wordt waarin je in de toekomst kunt terugkeren naar tentoonstellingen die vandaag plaatsvinden. Heb je Rodin, Meunier, Minne gemist of wil je het nog eens opnieuw beleven in het jaar 2037? Wel, wie weet kan dat dan. We hebben de mensen allemaal in hun kot geduwd gedurende vele weken. Cultuur gaat er juist om samen mensen samen te brengen en vernieuwende, boeiende dingen te laten beleven. Ook oude meesterwerken te laten beleven, maar heel vaak onder de noemer samen. Dus je ziet de gretigheid van het publiek om te zeggen van ja, dan kunnen we tenminste toch al die museumbeleving doen. En ik denk dat dat van ongelooflijk belang is om het in hun kot te confronteren met het samen waar cultuur voor staat. En ik hoop dat we heel snel uit ons kot en terug samen zullen zijn.